Stijn, wat een manier om in te vallen is dit. Ja, dit is, uh, dit is mooi. Je roopt je van tevoren op en uh, je droomt je van. Ja, dat is misschien overdreven, maar dit is wel uh, een heel mooi moment. Ja, ja wat dacht je toen je die bal opeens voor je voeten kreeg? Ja, het enige wat ik dacht is uh, richting de goal, die bal En uh, ik raakte hem uh, wel, wel lekker. Dus uh, ja, hij ging, hij ging erin en ik uh, ging door de doel heen volgens mij. Ja, want de ontlading in het stadion ook, hoe voelt het nou op het veld? Ja, dat is, dat is geweldig als je volwassen man als kleine kinderen tekeer keer ziet gaan en ziet juichen. Dat is, dat is hartstikke mooi. En je teamgenoten, iedereen is blij. Dus ja, dat is mooi. Ja, want voor jou persoonlijk moet het ook extra fijn voelen, omdat je. Ja, je hebt veel minuten gemaakt in het tweede seizoen, zelf bij Jong Sparta. Hoe voelt dit? Ja, dit is, uh, dit is wel het podium uh, waar ik op wil spelen en uh, waar ik het wil laten zien. Uh, bij jong Sparta is het allemaal leuk en aardig, maar uh, het gaat voor mij uh, om de eredivisie. En ik weet dat ik het niveau aan kan en dat ik uh, kan spelen. Dus. En ik, uh, ja, vandaag was het natuurlijk eventjes, maar ik heb wel uh, mijn stempel gedrukt en uh, een goed gevoel aan overgehouden. Dus. Ja, tot slot, je hebt nog twee finales te gaan om uh, directe de degradatie te voorkomen. Heb je alle vertrouwen in een goede afloop? Ja, natuurlijk. Uh, we hebben Twente denk ik, een uh, flinke drum gegeven. En, uh, ja, we, we hebben het nu allemaal in, in eigen hand, dus, uh, ja, we gaan het afwachten, maar ik heb er, uh, ik heb er heel veel vertrouwen in en, uh, ja, op een goede afloop, dus, komt goed.